Mijn naam is Patrick de Groot. Ik werk bij Imagem. En Imagem is een organisatie die geografische informatie vertaalt eigenlijk naar inzicht en handelingsperspectief. Dat is ook de reden dat we vandaag op de Waterinfodag hier in de Bos zijn. Wat we hierbij proberen is een inzicht te geven in hoe waterschappen en andere partijen die bezig zijn met water eigenlijk de essentie kunnen halen uit de enorme hoeveelheid data die inmiddels op ze afkomen. We zitten in een wereld van big data, heel veel sensoren die op ons afkomen, drones die we de lucht in sturen, waterkwaliteitssensoren. Het wordt gewoon te veel eigenlijk om dat als mens allemaal te gaan beoordelen. Dus waar we naar zoeken is manieren om direct inzichtelijk te maken waar zou je nou moeten letten. Wat is die speld in de hooiberg die ervoor zorgt dat we de juiste handelingen kunnen verrichten. Voorbeeldje, waterkwaliteit wordt continu gemeten. Vaak is het op zich helemaal niet interessant om op ieder uur te zien dat waterkwaliteit goed is. Maar wat je wel wilt weten is, zodra het verkeerd gaat, zodra een waarde boven een norm komt of onder een norm, dan wil je weten waar gebeurt dat en vervolgens waarom gebeurt dat. We zijn in de regelwereld al best wel goed in het waar aspect. Dat is onze basis van onze technologie. Het waarom is het volgende aspect. En dat krijg je eigenlijk alleen maar boven water als je alle andere informatie in context meeneemt. Welke fabrieken zitten er in de buurt? Zijn daar lozingspunten van? Dus is er een bepaald incident? Of zie ik juist een trend dat mijn waterkwaliteit langzaam maar zeker omlaag gaat? Wanneer is dan dat punt waarop we zeggen, nu moeten we acteren? En dat proberen we eigenlijk in plaats van hele grote hoeveelheden data over mensen uit te storten, proberen we die essentie meteen inzichtelijk te maken.